was het voor mij persoonlijk licht. De beschuldigingen van punt 1, 2 en 5 zijn niet waar. Hier kunnen dan ook geen bewijzen voor gevonden worden. Of je zou geloven in fabeltjes. De beschuldigingen van punt 3 en 4, deze zijn totaal uit zijn verband gerukt. Zoals ze worden voorgesteld, zijn het ook fabels. Deze 5 aanklachten zijn dan ook een wraakactie van mijn drugsgebruikende kinderen. Het Openbaar Ministerie treedt zeer beschermend op voor deze misdadige parasieten. Dieven, leugenaars en een pedofiel. Andere kinderen die geen drugs gebruiken, worden door het Openbaar Ministerie voor leugenaars uitgemaakt. Zij zouden mij de hand boven het hoofd houden en de waarheid niet willen vertellen. Punt 2. Enkele getuigenverhoren druipen zo van haat tegen ons dat ze echt opvallen in het dossier. Het gaat hier over leden van de Duivenvereniging. 2 leden zijn alleen zijdelings betrokken geweest om mij en mijn vrouw van het leven te beroven. 25 agenten zijn toen de tijd ingeschakeld om het te verhinderen. Een ander lid was zo woest dat zijn dochter door mijn zoon was afgewezen, dat hij nu barst van haat tegen ons. Deze verhoren zijn meest geleid door een politieman die zelf lid is van de Duivenvereniging uit de omtrek. Het zijn bekenden van elkaar. Ook wordt er in de Duivenvereniging een meid aangezegd dat ze nog steeds aangifte kan doen tegen een pedofiel. Dit is door de dokter geconstateerd, maar die houdt zich blind en doof. Hij doet geen AMK-melding. Hoe geloofwaardig zijn zulke getuigen? Punt 3. Na 4 maanden extreme hoge bloeddruk zijn op 17 januari in 2017 de medicijnen voor mij stopgezet. Ik kreeg hier geen tabletten meer voor mijn hoge bloeddruk. Ik had alles volgens de medische dienst geprobeerd en niets hielp. De rechter schrijft dat hij ervan uitgaat dat er voldoende medische zorg is. Dit is voor mij struisvogelpolitiek. Dit is niet meer normaal te noemen. Vele dagen later moest ik naar een spoedeisende hulp en kreeg ik weer tabletten voor hoge bloeddruk, maar er was blijvende schade opgelopen. 4. Mijn conclusie hierover is dat deze rechtszaak absoluut niet objectief is. Wij worden samen met bedrog zwaar belastend en diep vernederd. Omdat wij zo onherstelbaar beschadigd worden, vernietigt men ons gezinsleven in deze maatschappij. De vraag is dan ook, wie is hier de beul? Het OM, de kinderen of ik?